Ik wou van heel gewaagd beginnen, Fred. Het is veel belangrijker om van Ajax te winnen dan volgende week van Twente. Liefst winnen we ze allebei natuurlijk. Zeker richting de eerste wedstrijd, en dat is Ajax. Meestal is dat de belangrijkste. Ik weet ook wel dat is een echte klassieker. Die wedstrijden staan altijd op zichzelf. Beide teams kunnen daar tot een bepaalde hoogte gaan stijgen. Wij kunnen dat. Dat hebben we in de eerste wedstrijd gezien. In Eindhoven, die we dan winnend afsluiten. En dan zie je namelijk ook dat daar een team... Er kwam een hele duidelijke reactie. Je kwam achter. En dat is denk ik wel heel erg goed geweest. Voor ons ook in het verloop van, richting het verloop van het seizoen daarna. Ik bedoel eigenlijk met mijn stelling, als je wint van Ajax, ben je ze kwijt om plaats 1 en 2. Dat weet ik ook wel. Ik weet wel wat jij bedoelt. Maar je weet ook dat ik niet zo heel vaak en snel in ranglijsten ga vervallen. En altijd leef van de eerstvolgende wedstrijd. En dan zien we aan het einde van de rit zien we wel waar we eindigen. Bespeur jij een verschil tussen het Ajax van toen, die in de thuiswedstrijd met 4-3 versloeg, en het Ajax van nu? Ja, ik denk wel dat er verschil in is. En zeker in de groei van het team. Je ziet namelijk ook dat zonder Suarez, dat ze, ja, zeker als je dat ziet in Rotterdam, hoe makkelijk ze dan kunnen winnen van Sparta. Dan zie je namelijk dat team is gegroeid. De invulling van dat team een behoorlijke saamhorigheid is. En ik vond dat in het begin van het seizoen was daar heel veel wisselingen in. Met spelers op posities. En je ziet de laatste weken zie je daar heel duidelijke veranderingen in. Zeker na de winterstop. Dus ze zijn beter geworden? Ja, ze zijn wel gegroeid. Ja. Ja, absoluut. Dit is een topwedstrijd. Dat merk je vandaag ook. Veel pers, veel televisie, radio, schrijvende pers op bezoek. Wij maken daar een heel belangrijk item van. Hoe doen jullie dat zelf, technische staf, spelersgroep? Ja, kijk. Meestal is het zo. Ik heb zelf ook gespeeld. En als je dan dit soort wedstrijden hebt. Ja, dat is je jus. Dat is je jus voor iedere topspeler. En wij zijn in de competitie van Nederland zijn wij top. Dus we hebben heel veel topspelers in onze kleedkamer. En dit is namelijk de jury. En dat is ook de drive om in een hele mooie wedstrijd het maximale uit jouw level te halen. En dat geeft altijd een heel apart en heel goed gevoel, denk ik. Maar die laten zich daar niet door van de wijs brengen, door al dat gedoe eromheen. Nee, kijk, je verliest naar een reeks van wedstrijden, verlies je een keer. En dat is begrijpelijk dat er dan de kritische noten gaan komen. PSV valt weg, et cetera. Maar wij zitten absoluut niet in die beleving. Nog één dingetje buiten de wedstrijd om. Je hebt afgelopen weekend na de nederlaag tegen NAC kritische opmerking gemaakt over de scheidsrechter. Henk Kessler, directeur van de KNVB, heeft jou daarna weer op je plek gezet. Althans op je plek willen zetten. Ja, ik vind namelijk dat iedereen heeft een mening. En in Nederland mag iedereen zijn mening verkondigen. Nou, het is zijn mening en ik heb mijn mening gehad na de wedstrijd. En voor de rest is dat voor mij ook geen item meer. Up naar de volgende vraag. Heb ik niet meer. Oké, dankjewel.